Stel je voor, het is pikdonker. Je ziet niets. Maar jij hebt wel een zogenaamde nachtkijker, waarbij je kan zien wat er zich in het duister afspeelt. En je ziet niet ver van je verwijderd iemand in het donker wandelen in de richting van een afgrond. Hoe schandalig zou het niet zijn als jij niet uitroept, stop, draai je om. Hoe schandalig zou het niet zijn dat jij het gewoon zou laten gebeuren dat die persoon terechtkomt in de verschrikkelijke afgrond. Dat is het centrale idee van de lezingen van deze zondag. Maar dan niet het fysiek ten onder gaan, maar het geestelijk verloren gaan staat centraal. De zonde. Je ziet iemand in zijn zondigheid naar de afgrond toe gaan en je mag dan niet zwijgen. Dat gaat niet over of jij dan zo'n perfect persoon bent. Dat gaat niet over iemand beoordelen en veroordelen. Dat gaat over een daad van liefde. Iemand ten onder zien gaan, dat kan je niet verdragen als je van die persoon houdt. En dus roep je het uit. Dat is ook wat Jezus zijn leerlingen opdraagt. Roep het uit als iemand verloren dreigt te gaan in zondigheid. Aan de noordwand van onze kathedraal hebben wij een reeks staan van biechtstoelen. Biechtstoelen die niet voor de kathedraal gemaakt zijn. Ze dateren van het begin van de 18e eeuw en zijn pas bij het begin van de 19e eeuw in de kathedraal terechtgekomen. De oorspronkelijke biechtstoelen waren allemaal door de Fransen weggehaald. En de kerkfabriek heeft aan het begin van de 19e eeuw deze biechtstoelen kunnen kopen uit een van de abdijen die werd gesloten, namelijk de Bernardusabdij van Hemiksem. Daar komen ze vandaan. Die reeks van biechtstoelen toont een aantal figuren. Centraal heb je altijd de apostelen. Maar aan de buitenzijde heb je telkens een persoon die een deugd vertegenwoordigt. En de eerste persoon aan de uiterste westkant van die biechtstoelenreeks is een vrouw die we herkennen als de bewening van het kwaad. Ze is blootvoets. Ze heeft versleten kleren aan en staat op het punt om haar sluier te verscheuren. Ze is zich bewust van de slechtheid van haar daden. Kijk naar het verwrongen gezicht van de persoon die doorheeft dat ze voor het kwade heeft gekozen. Het is dat bewustzijn dat Jezus vraagt van zijn gemeenschap. Doorhebben welke wegen naar de afgrond leiden. En daar authentiek verdriet over hebben, berouw over hebben. En dat durven benoemen. Niet om te oordelen of te veroordelen, maar om mensen de kans te geven gered te worden. Maar wat is zonde dan? Het is een woord dat niet populair is, dat vaak ook verkeerd begrepen wordt. Alsof bijvoorbeeld iemand die aan een dieet bezig is, een zonde bedrijft als hij een pralin in zijn mond steekt. Nee, zondigheid is een religieus woord. Zondigen is nee zeggen, heel bewust ervoor kiezen om nee te zeggen tegen God. Je weet wat Hij van je wil. Je weet in welke richting zijn rijk zich uitstrekt. En je kiest toch om je af te wenden. Dat is zonde.
En dat leidt naar een afgrond, zegt Jezus. Overigens wil het accepteren van zijn boodschap vandaag ook zeggen dat we niet alleen geroepen zijn met onze nachtkijker mensen te redden van de afgrond, maar het ook te aanvaarden als we zelf aangesproken worden, mochten we de verkeerde richting uitgaan.